Oké, waarom denk je? Het is statig. Ja, ik weet het. Hi Ricky. Beste dierwagen. Ja, doe je erbij toch? Alles goed? Jou dan? Ja, prima. Ja, denk ik. Hij staat al aan. Hij staat al aan, dat is een geel, jongen. Ja. Was goed? Ja, top. Ja. Oh, dit is ook wat gek voor mijn ding. Net nieuw. Kijk. Want ik kijk toch eigenlijk echt nooit achterom. Want ik kijk toch eigenlijk echt nooit achterom. Daar gaat mijn afgelopen tijd een beetje over. Ik ben van de zomer met mijn bandje gestopt, weet je wel? Ja. Ik had een vriendin, die heb ik ook niet meer. Dus het was echt het roer om voor mij. En dat was niet direct dat ik die keuzes maakte van ik wil nu liedjes schrijven of zo. Maar die keuzes heb ik gemaakt en daarmee kwam dat ik al heel lang die liedjes wil schrijven. En dat het gewoon op zijn plaats viel. Waar het gewoon om gaat natuurlijk is dat jij iets doet wat je graag wilt en waar je achter staat. En dat heb je nodig, denk ik, als kunstenaar, als muzikant en als schrijver, noem maar op. En ja, of dat leeftijdsgebonden is, weet ik niet. Nou ja, gewoon wat wel belangrijk is, dat je wel voelt dat mensen het zelf willen maken of zo. Dat wat ze doen, dat ze het zelf willen maken. Ik heb een vriend die neemt veel meer gewoon ook stomme theaterdingen aan om maar geld te verdienen of zo. Dus die wordt dan via het castingbureau, mag je dan meedoen met een operagezelschap. En het operagezelschap dat heeft dan even 3 acteurs nodig of zo. En dan kom ik kijken en dan zie ik echt dat die jongen echt niet doet wat hij tof vindt of zo. En dat zegt hij dan ook achteraf. En ik vind dat je dat soort dingen eigenlijk uit je leven moet bannen als kunstenaar. Dat je eigenlijk altijd op zoek moet gaan dat bij elk project wat je doet, je in eerste instantie het gevoel hebt dat je het wil doen. Kijk, of het dan goed gaat, of dat de samenwerkingen goed gaan, of dat het proces goed gaat, dat is dan een tweede verhaal. Maar je moet gewoon in eerste instantie alleen maar de dingen doen die jij echt, waarvan je een gevoel hebt dat het leuk gaat worden, of interessant. Of ik heb er wel veel jaloezie over gehad. Of ja, niet jaloezie. Niet echt ongezonde jaloezie, maar dat heb ik ook een paar keer uitgesproken in lessen of zo. Bijvoorbeeld, er waren een aantal. Bijvoorbeeld, ik teken heel veel model. Dat vond ik heel erg leuk, nog steeds. En ja, er waren gewoon een paar jongens die heel klassiek gericht waren. Ja, die waren gewoon schilders. En ja, ik ben hier om te schilderen. En binnen dat schilderen, binnen dat vak, verkennen ze natuurlijk heel veel nieuwe technieken en nieuwe methodes, nieuwe thema's. En ja, bij mij was het allemaal nog heel erg warrig. En ik heb ook een paar keer gezegd van, ja, godverdomme. Ja, ik wou dat ik zelf zeg maar gewoon iets beter wist wat ik wou en dat ik daar mee aan de slag kon. Maar goed, ja, die jongens waren ook al een paar jaar ouder of zo, viel me op. En ja, ik ben nu zelf dan ook net een paar jaar ouder en ik merk nu ook dat ik weer wat rustiger daarin ben. Volgens mij, ja. Volgens mij is het gewoon staan voor wat je doet. En al mijn helden, die staan voor wat ze doen. Ja. En die zijn onderscheidend. Dat 80-90% van de mensen het liefst nooit fouten wil maken en altijd binnen de comfortzone blijven. Je wil het graag goed doen en je hebt dan deze en zo. Je had ook nu de camera op het statief kunnen zitten en allebei en gewoon kijken wat er gebeurt en dan heb je het later misschien minder mooi. Maar ik denk dat jij gewoon lekker moet gaan experimenteren in alles wat je gaat doen in je film of wat dan ook. Ja, wat ik toen nadacht in plaats van te doen, denk ik. Lijkt wel Jeske vet zo. Ja. Maar dat is het wel, denk ik. Nee, kijk, natuurlijk, ik bedoel, het is wel goed dat je nadenkt over bepaalde dingen. En wat ik al eerder zei, van
als je alleen maar doet, dat is ook niet goed. Als je als een raket één kant op knalt, ik bedoel, dan heb je oogklep op. Maar ja, dat is toch ook echt wel de filosofie die ik ook al van mijn docenten heb meegekregen. Van, dat als jij iets wil bereiken of echt dit vak in wilt, dan zul je het moeten leren door het te doen. En ik denk dat ik daarmee niet iets heel vreemds zeg. Dat geldt voor alle muzische vakken, denk ik. En voor misschien nou, niet alleen muzische dingen, maar ja, je komt alleen maar ergens door het doen te ervaren, door fouten te maken, door op je bek te gaan. Dus ook buiten die comfortzone inderdaad weer te gaan. Nou, ik denk dat eigenlijk alle kunsten, of je nou schilder bent, of een danser, muzikant, acteur, of desnoods ben je professioneel, een professionele sporter of zo. Ik denk dat het allemaal tapt uit hetzelfde vaatje. Je bent allemaal op zoek naar inspiratie. Je bent allemaal op zoek om boven jezelf uit te stijgen. Dus alles wat erover wordt gezegd, om op zoek te zijn naar die inspiratie, dat is universeel. Dat zit in ons allemaal. Dus ook als zegt een danser dat gaat jou ook aan als acteur. En het is niet zo dat je, ik bedoel, dat is een beetje de misvatting, hè? Dat een kunstenaar een wandeling gaat maken en dan de goddelijke inspiratie zomaar ineens komt. En dat hij dan naar zijn atelier gaat en dan zijn palet mengt en dan een flats en dan dat ding maakt. Dat is flauwekul. Zo werkt het gewoon niet. Gewoon echt niet. En misschien als je echt jarenlang bezig bent geweest, dan gaat het makkelijker, tuurlijk. Maar ja, je zult gewoon, als je gitaar wilt spelen, dan moet je niet gaan nadenken, wat voor type muzikant wil ik worden. Daar groei je in. En door het te doen. Kwaliteit komt met het werken eraan. En dat kwaliteit tijd nodig heeft. In plaats van dat kwaliteit er meteen is. Ik bedoel, je kunt goede gereedschappen kopen. Ja? Ja. Dat is de helft dan. Hè? Je hebt goede gereedschappen gekocht. Dus stel je begint een band met goede muzikanten. Dat zijn goede gereedschappen. Maar je moet eerst wel heel vaak misslaan voordat je weet hoe je goed moet slaan met een hamer of zo. Het is echt een bullshit. Weet je, een rare metafoor of zo. Of een rare. Het klopt niet helemaal, maar gewoon in de praktijk. Ik heb wel eens gelezen dat eigenlijk de allergrootste mensen op aarde hebben zoveel fouten gemaakt en daarvan geleerd. Dat ze groot zijn geworden, zeg maar. Dus constant leren van fouten maken en ook de hele tijd fouten durven maken. Maar die fouten hoef je niet openbaar aan iedereen te laten zien. Zeg maar, wat je laat zien is uiteindelijk de eindpresentatie. Hetgeen waarbij je een proces hebt gehad, waarbij je veel fouten hebt gemaakt, het goede eruit hebt gedestilleerd en het goede laat je zien. En lang niet alles is dan even goed. Dan heb je natuurlijk altijd binnen hetgeen wat je laat zien een paar parels zitten. Of een paar super vette scènes of super vette nummers of zo, die beter zijn natuurlijk dan andere nummers. Maar het feit dat je dat hebt kunnen maken in een wereld waarin dat nog niet heeft bestaan, jij als god zijnde, is super vet. Maar je zegt wel gewoon doen, maar er is altijd natuurlijk nog het proces daarvoor. Dat is eigenlijk het moeilijke. Wat heeft bij jou ervoor gezorgd dat je het ging doen? Ik heb mezelf gewoon nooit echt geaccepteerd als liedjeschrijver en zanger en dat soort dingen, weet je wel. Mm-hmm. Ik was gewoon toetsenist. Ja, precies. En op het moment dat ik gewoon even van mezelf heb gezegd, nee, Michiel, jij bent gewoon liedjes schrijven. En dat ga ik nu doen. En ik heb gewoon geprobeerd om niet te veel bezig te zijn met wat een goede zanger is of wat een goede liedje. En dat was het voor mij. Door van mezelf te accepteren, oké, vanaf vandaag. En wat zijn dan de overpeinzingen die je daarvoor hebt gehad om daar tot die beslissing te komen? Want acceptatie gaat niet over één nacht ijs. Nou, de tijd ervoor maken. En ook je lulligheden en eroverheen stappen dat mensen misschien er andere beelden van hebben, weet je wel? Ja, natuurlijk zit er wel eens iets kuts bij, maar als je van tevoren denkt, ja, dat is kut en dat is kut, dan doe je minder.
dan als je het allemaal hebt gedaan en vervolgens heel veel toch niet goed vindt. Maar ik bedoel, het heeft te maken met een soort van groei, hè, een ontwikkeling die je hebt. Als je 4 jaar lang op school zit, dan leer je dingen. Ook al vind je ze allemaal niet prettig. Je komt er anders uit. Je komt er anders af dan dat je erin bent gegaan, sowieso. Ja. Ook al vind je het allemaal niks. En daarom is het wel zo van, ja, hoe meer kant je opkijkt hoe meer je die ontwikkeling denk ik ook stimuleert. En als je daar gewoon veel energie in stopt, in plaats van over na te denken, dan ja, precies, snap je, dan kom je denk ik echt. Nou, ik wil één ding, dat mag ik net ook even zeggen. Ik denk van dat is een typisch gevoel wat je misschien wel kent. Is dat als iets niet goed gaat, dan voelt het zo definitief of zo, alsof voor de eeuwigheid dat is vastgelegd en de mensen dat zullen herinneren. En als iets goed gaat, dan is het vaak heel vluchtig en dan ben je 2 dagen blij om en daarna begin je alweer de beperkingen te zien van hetgeen wat goed ging. En dat wanneer iets fout gaat, en dan is het voor altijd, dan voelt het voor altijd of zo, dat is altijd kut. Dus het is dan een dag, ja. Ik heb dan wel geleerd om dan ook te beseffen van, god, het ging nu kut, maar morgen kan het beter gaan. Het stapelt zich allemaal op. Gewoon die kleine dingetjes waar je dan onzeker over bent, of waar je van denkt, ja, dit, hier ben ik slecht in. Zorg er gewoon voor dat je in heel veel situaties dus gereserveerd bent, dat je vaak in je comfortzone bent, dat je dus weinig dingen doet, bij wijze van spreken, die gemonitord kunnen worden. Het sloeg de plank mis, voor mijn gevoel vooral. En er waren best wel docenten ook die zeiden van, ah, dat heb ik al gedaan en er zitten hele goede dingen in, goede stukken. En het is natuurlijk heel normaal dat je in een fase zit op zo'n opleiding, dat het nog niet sprankelend is. Maar dat wil je op dat moment niet erkennen. Je wil het beste van jezelf laten zien, maar je weet niet waar dat zit en je weet niet waar je dat moet zoeken. Tenminste, dat was mijn probleem. Het is heel herkenbaar dat wat je zegt, van dat je niet tevreden bent met jezelf. Dat je altijd het gevoel hebt dat je maar 30%, 40%, 50% doet. En ik heb daar in het verleden ook heel veel last van gehad. Ja? Elke scène die ik speelde maakte me diep ongelukkig, echt. En elke scène kwam ik van de set af of van de speelvloer af en dacht van, ah, wat een wandvertoning, wat is dit slecht. En ook al zei iedereen dan van, allemaal goed gespeeld, dat is echt een mooie scène, dan nog, ik zoiets van, ja, maar... Maar geloof je dat dan? Het is lang niet wat het kan zijn en ik geloof het ook niet, nee. Kijk, die mensen die zeggen dat om mij te pleasen, of die mensen die zeggen dat... Of ja, dan denk ik van ja, diegene zegt het wel, maar ja, dat stelt hij zelf bij me voor. Well, ja, als dat hetgeen is waar ik maar moet meten, ja, het was nooit goed in mijn ogen ofzo. En dus dat heb ik heel erg echt ontzettend moeten leren inderdaad. Om wel tevreden te zijn met wat ik doe en heb gedaan. En hoe ik dat geleerd heb, ja, dat is voor mij, dat is een heel... Dat is een proces van misschien wel 2 jaar geweest of zo. En tegenwoordig kan ik gewoon, als ik een scène heb gespeeld, kan ik denken van nou, dat ging goed, misschien dat kan nu iets beter en hup, op naar de volgende scène. En ik dacht dan van nee, deze is niet goed, maar de volgende wordt beter. Dat is in principe een goede instelling. Maar dat heb ik heel lang op die manier zo volgehouden. En zonder dat ik er ooit tevreden over was. Ja, goed, het was wel zwaar, het was een zware tijd. Als ik zelf iets maak, zelf subsidie aanvraag en andere mensen moeten mij helpen en ik ben de baas, dan maak ik mij constant zorgen erover. Dan ben ik heel erg onzeker over mijn werk en dan is het pas eigenlijk echt goed. En dan ben ik echt pas eigenlijk gelukkig als dat echt klaar is. Als het af is en als ik er behoorlijk tevreden over ben ofzo. Zoiets gaat nooit perfect, maar gewoon de voldoening komt dan achteraf. Maar op een gegeven moment is het ook een keer klaar. Als het gewoon goed voelt, dan krijg je nog zoveel opinies van mensen. Of, ja, dan moet je gewoon een middenweg in zitten vinden. Als je autonoom bezig bent voor jezelf, creatief, het enige dat ervoor kan zorgen dat het uiteindelijk af is, is eigenlijk een deadline. Want als je of een schilderij maakt of een muziekstuk of iets anders, het kan altijd beter.
En in principe ben je op een gegeven moment misschien tevreden, maar nog steeds kan het nog steeds beter. Dus op een gegeven moment, als je dan zegt van het moet dan en dan af, dan is dat het. Ik vergelijk ontzettend veel met mensen altijd met wat ik ook doe. Jij bent gewoon heel competitief. Je bent gewoon een beetje voetballer in de muziek. En hoe zit het met jouw vergelijkingsdrang met andere kunstenaars bij jullie school? Doe ik niet meer. Doe je niet meer? Maar nee. Welke jaren deed je dat wel? Nou, heb ik eigenlijk nooit zo gedaan. Want... ja, daarvoor was het te verschillend. Ik bedoel, het zijn allemaal individuen. Gek genoeg. En niemand doet hetzelfde. En dat vond ik ook wel moeilijk. Ik had geen soulmates of zo. En, ik was ook wel een loner, denk ik. Gewoon, ja, Einzelgänger was het ook weer niet. Maar ik had moeite om het te levelen met andere mensen. Ik weet niet of dat aan de rest lag of aan mij. Waarschijnlijk meer aan mij. Maar ik heb dat ook expres nooit zo willen doen. Of hij is beter, of hij of zij is slechter. Ik vind, ja, dat brengt je nergens. En wat dan, stel ervoor dat ik beter ben dan iemand anders. Ja, moet ik dan mezelf op de borst kloppen? Ik bedoel, zodra ik mezelf daarvoor op de borst zou kloppen, zou het ook betekenen dat ik zelf niet meer groei, denk ik. Ik vind dat geen gezonde houding of zo. Want bijvoorbeeld, ik zit in een club waar hele technische en hele goede muzikanten in zitten, weet je wel. En daar kom ik dan met mijn liedjes, weet je wel, wat echt totaal de andere kant is. Wat het tegenovergestelde van techniek is, maar gewoon uit het hart. Ja, precies. ik denk dat iedereen een goed liedje kan waarderen. En dat ook hele goede technische muzikanten echt kunnen voelen of een liedje gewoon mooi is en gemeend en eerlijk. Ja. Maar ik moet wel zeggen, ik kijk ook wel eens een keer, als ik een keer de wereld erdoor kijk, en dan zit een jongen van mijn leeftijd, waar op dat moment allemaal voor de wind mee gaat, tuurlijk, dan kan het mij ook wel eens raken. Dan denk ik van, fuck, weet je, ik zit nou op de bank, ik wil er geen flikker gedaan, en hij zit daar wel op tv en heeft succes. Maar ik ben ook steeds minder echt gaan hunkeren naar faam en roem en succes ofzo. Dus ik heb het kan me niet heel erg meer raken of zo, de andere mensen hun succes. Maar omdat je zei dus ik ben omgeven door hele goede muzikanten. En nou ja, in de zin van dat ik natuurlijk wel daar misschien daar echt heel veel respect voor die jongens heb, weet je wel, of tegenop kijk van. Die kunnen heel goed hun instrument beheersen. En ja. Ik heb dus die andere weg ingeslagen. Die instrumentbeheersing. Ja. Dat is niet meer bij mij nummer 1. Bij mij gaat het nu om het liedje. Ja, ik wil net zo goed zijn als de anderen. Als de besten, zeg maar, die ik... ik wil ook Nick Campbell zijn, bijvoorbeeld. Ik wil de zanger van de band bij Basketclub zijn. Ik wil... nee, dat zijn waar. Ik wil bij Roots zijn bijvoorbeeld. Ik wil heel goed trompet kunnen spelen. Dus dat is een soort drang, zeg maar, om hetzelfde te kunnen en net zo goed of misschien beter. Of in ieder geval net zo. Nee, volgens mij is het anders. Volgens mij is het. Wil ik net zo veel plezier hebben als zij. Dus ik denk dat ze heel veel plezier hebben, al die mensen. En dat plezier wil ik ook beleven. Ja. En volgens mij kan dat alleen maar door echt mooie dingen te maken. En ervoor te zorgen dat andere mensen daarvan genieten. Ja, en daarom wil ik ook naar buiten treden. Omdat ik het... Voor mij is de maatstaf... daarom vroeg ik net aan je van... wie is daar dan de maatstaf? Wie zorgt er dan voor, zeg maar, dat je goed voelt? Bij mij is dat... louter en alleen de buitenwereld. Ja.
ze... als niemand het tof vindt, vind ik het ook niet tof. Of in ieder geval dan kan ik het misschien wel tof vinden, maar dan heeft het geen waarde. Waarom denk je dat dat van jou zo goed is? Nou, ten eerste, ik denk niet dat het beter is dan iemand anders. Of ik zie het niet in beter of dat ik andere mensen minder vind. Totaal niet. Mm-hmm. Maar het voelt voor mezelf gewoon dat ik gewoon een heel eerlijk ding aan het doen ben nu. En ik denk dat dat in de kunst gewoon het belangrijkste is. Dus ja, dat... ik denk gewoon dat ik eerlijk aan het worden ben. Oké. Okay. In mijn muziek en in mijn dingen die ik maak. En dat vind ik wel zelf te gek. Ik hoop dat mensen dat voelen. En dat, ja, dat gaan we zien. In het niet goed genoeg zijn, enorme jaloezie ook naar mensen die mooie dingen maken in mijn ogen. Jaloezie, sommige vooral de jaloezie. In ieder geval de drang om dat ook te kunnen. Ja, die heb ik heel erg. Daarom ben ik ook altijd bezig. Als jij misschien dus al de gave hebt om goed te kunnen lullen, dan ben je misschien, kan je ook misschien goed verbloemen of goed omheen draaien. Maar zoals nu ook met het maken van die documentaire, denk ik al van ja, ik hoop dat ik materiaal oplever wat een beetje noemenswaardig is of wat interessant is voor mensen om naar te kijken. Of je gaat het meten aan voorbeeld en ik relativeer dat wel. En ik denk van ja, dat red ik toch niet. Maar dat, ja, over het algemeen, dat wil je niet denken, want dat demotiveert een beetje. Maar ja, je moet ook realistisch blijven. Ja, die bewijsdrang, zeg maar, dat zit hem natuurlijk ook in mezelf laten zien, zeg maar. Kijk eens hoe mooi dit is. En indirect ben ik dat natuurlijk zelf, zit ik zelf in zeg maar, in wat ik maak. Mm-hmm. Dus eigenlijk is het dan gewoon, zeg maar, van hé, ik ben er en ik ben heel goed. Ja. En dat is natuurlijk heel moeilijk in een, als je echt op een wat vrije opleiding zit, denk ik. Er is niks, niemand die op jou zit te wachten. Zeker niet als je autonoom beeld kunstenaar wil worden. Nou ja, wat zijn je fascinaties? Doe er maar wat mee. En dan is het wel heel moeilijk om achter je ezel te gaan zitten. Ja, ja, wat vind jij leuk? Laat het maar zien. Zeker in het begin ben je nog niet zo goed natuurlijk. En een beetje geel, een beetje bruin, een beetje zwart. En dat klats je op je papier. Ja, ben ik dit dan? Dat is heel confronterend voor mij. Alles wat je schept op het gebied van kunst, of het nou een nummer is, of als ik een rol neerzet, of iemand maakt een schilderij, dat is eigenlijk een verlengstuk van wie jij bent als persoon. Dus als dat wordt afgekraakt, dan voel je je ook direct persoonlijk aangevallen. Of in principe aangevallen, maar je voelt wel een persoonlijke steek gewoon in wie jij zelf bent. En dat is wel een groot verschil met mensen die gewoon een baan hebben in een... een communicatieve functie binnen een of ander bedrijf. Dat is anders. Aan de ene kant wil ik inderdaad dat zoveel mogelijk mensen het mooi vinden of heel mooi vinden. Aan de andere kant doe ik toch mijn eigen ding. En denk ik niet super commercieel ga ik geen Britney Spears hit schrijven, bij wijze van. Omdat ik wil dat wat ik maak, zeg maar. Dat mensen dat mooi vinden. En wat ik maak, zeg maar, daar moet ik zelf in zitten. Zeg maar. Daar moet emotie in zitten en dat moet niet een puur technisch hoogstandje zijn, zeg maar. Dat is altijd, volgens mij is dat altijd het ding van, je werkt waar je mee hebt en daarmee ga je iets goeds maken en het maakt niet uit hoe technisch je beheersing is of wat dan ook. Uiteindelijk, als je het gelooft, dan geloof je het. En dat staat los van... Volgens mij staat het los van techniek. Ja, maar dat is heel lastig gewoon. Voor heel veel mensen ook, denk ik. En om echt dat in jezelf te kijken en juist dat te gebruiken voor je eigen artistieke uitingen. Denk ik. Omdat je zo geprikkeld wordt door dingen in de maatschappij, in de wereld en op het internet. Hè, dat,
dat juist die eigenheid en die eigen identiteit, hè, dat eigenlijk een beetje in het geding komt ofzo. Terwijl dat toch het belangrijkste is. Hè, dat maakt wie jij bent. En, dat is uniek ofzo, denk ik. Dus je moet jezelf toch ook uniek vinden. Je hebt toch wel eens dat je iemand op het podium ziet en dat is de meest stuntelige persoon die er is. Ja. En dan gaat hij een liedje zingen, weet je wel. Dan denk je, wow, die persoon kan niet anders. En dat komt eruit omdat het zo moet. Zeggen van wat ben je, een bakker of een slager, dan ben ik een theatermaker of acteur. Toen jij je eerste eigen stuk ging maken, accepteerde je dat ook van jezelf? Van hey, ik ga iets maken, ik ben gewoon een kunstenaar, ik doe gewoon wat ik doe. Ik doe wel wat ik doe, maar ik was wel bezig met, in mijn hoofd, met, goh, wat zal het publiek hiervan vinden? Ik was wel onzeker daarover, bij de eerste keer. Gewoon wel, ik bedoel wel gewoon dat ik zeg maar, voor de eerste keer een beetje subsidiegeld had, met een groepje iets ging maken hier in Leeuwarden na de academietijd. En dat je dan, en op de academietijd word je wel echt klaargestoomd voor het professionele leven of zo. Dus dat je dan echt denkt van, nou ja, dat er dan allerlei dingen over het echte leven worden gezegd. Je moet daar klaar voor zijn, je moet netwerken, je moet alles professioneel altijd op orde hebben. Als je dat doet, dan kom je professioneel over. Nou ja, alle tools of zo om je te handhaven in de theatermaatschappij of zo, of in de theaterwereld. En toen ik een beetje subsidie had en dan hier een voorstelling begon te maken, was ik eigenlijk heel erg bezig met na te denken over een publiek van alleen maar een soort super getrainde theaterkijkers die allemaal intellectueel zijn en die allemaal iets vinden van dat theaterstuk en zo en die mij zouden maken of kraken of zo. En wat dan in de praktijk bleek was dat het gewoon Leeuwarden publiek was wat lang niet allemaal getrainde blik heeft en wat gewoon komt. Omdat het ja, door jonge mensen is gemaakt of omdat ik ze ken of gewoon dat het publiek helemaal niet bestond uit intellectuele ervaren cultuurkenners of zoiets. En dat was wel raar. Zo, daaraan voelde ik ook wel dat ik eigenlijk meer mezelf kon zijn. Zo, ik ben zin, dus ik merkte dat ik na de academie eigenlijk heel erg bezig was met wat anderen wilden. En natuurlijk ben je daar nog steeds mee bezig, omdat je wel iets laat zien wat je ook, omdat je wel iets laat zien aan anderen. Dus je maakt iets wat je opvoert, of wat je vertoont, of wat je tentoonstelt aan anderen. Dus mensen zullen hun mening vellen. Ik vind ook niet dat ik kan me ook niet voorstellen dat er mensen, dat er kunstenaars zijn die helemaal die echt ontzettend veel scheid aan hun publiek hebben of zo. Dat kan ik me niet voorstellen, want als je scheid hebt aan je publiek, waarom zou je het dan aan het publiek laten zien? Kun je het net zo goed in je eigen hobbykamer of op je eigen zoldertje doen of zo. Dan hoeft niemand het te zien. Nee. En het raar is dat het kunstenaarschap is een soort eigenaardige mengelmoes van ijdelheid plus een soort boodschap overbrengen of zo. Dus ik ben eraan begonnen omdat ik het leuk vond om op een
toneel te staan. Omdat ik op die manier een beetje kon vluchten uit de realiteit en andere werelden kon stappen en andere dingen kon meemaken. Daarnaast heb je ook nog een laag van de waardering. Dus dat je hoopt dat mensen het mooi vinden, dat mensen je complimenteren, dat ze je die aandacht geven. En daarnaast heb je dan nog een derde laag. En dat is de laag van wat wil ik zeggen? Wat wil ik brengen met deze voorstelling? Of doe ik mee met deze voorstelling omdat deze voorstelling een boodschap geeft die ik heel belangrijk vind. Dat mensen die te horen of te zien krijgen. Er zijn veel factoren. Je kan ook zeggen, ik maak een voorstelling over een eigen fascinatie die ik heel graag wil delen. Maar welke van die factoren die je net noemt vind je nu... Welke wordt belangrijker? Hoe ouder je wordt en hoe... Hoe ouder de inhoud wordt steeds belangrijker. Gewoon dus wat wil je zelf zeggen? En vroeger was het voor mij meer de waardering. Dus het respect en goh, wat goed gedaan. En, Bij mij werkt dat dus niet zo, hè? Het beeld dat ik van mezelf heb, zeg maar, dat hangt bijna volledig af van wat andere mensen vinden. Nou, weet je nu helemaal wat ik net zei... Jan, ik heb niet meer zo enorm die honger naar succes en erkenning van alle kanten. Ik ben eigenlijk best wel blij met mezelf. Ik moet zeggen, de laatste half jaar heb ik geleefd van, nou ja, ik, wat ik zei over die Captain Morgan klus. En ik werk dan zo'n één keer per dag, één keer per week in een kroegje. Dat is meer van een hobby, omdat ik het gewoon leuk vind en omdat ik in Utrecht woon. En nooit gestudeerd heb om een beetje sociaal netwerk op te bouwen. En ik denk dat ik nog nooit zo gelukkig ben geweest als afgelopen half jaar. Gewoon, terwijl ik misschien 4 jaar geleden veel ambitieuzer was dan nu. Maar ja, dus ambitie is niet altijd een goed ding of zo. Tenminste, voor je geluk niet. Ambitie is absoluut wel goed. Maar je moet je niet te laten... Je moet geen obsessie worden. Ik ga Ferry wel bellen. Ja, nee, weet je wel, dat van tuurlijk. Van Excel, zo bedoel je. Ja. Ja. Tuurlijk, dat heb ik wel in mijn kop. En ik doe het niet voor niks. Ik denk gewoon ook dat het heel goed is. Ik denk ook dat het wat kan worden. Zodat ik dan weer kan vragen. Maar wat is ook een goede vraag is, denk ik, om jezelf te stellen, is... Waar komt die ambitie vandaan? Daar zijn heel veel verschillende drijfveren voor. Er zijn mensen die hebben ambitie alleen zodat ze erkenning krijgen van mensen uiteindelijk. Wanneer ze dat succes hebben behaald. Komt die ambitie voort omdat je echt een soort heilig vuur in jezelf hebt branden. Dat je de mensen iets moet vertellen. Of vind je de kunstvorm zo mooi dat je daar graag... je steentje aan wil bijdragen. Nou, ik denk dat de laatste voor mij het meeste geldt. Ik vind dat je dat soort dingen eigenlijk uit je leven moet bannen als kunstenaar. Bij elk project wat je doet, je in eerste instantie het gevoel hebt dat je het wil doen. Nou, eigenlijk is gelukkig worden in de kunst het belangrijkste en vertellen wat je te vertellen hebt. Nou ja, ik heb 2 jaar onderweg naar Morgen gespeeld. En nou ja, dat kun je een klein succesje noemen, in die zin dat je met je kop op tv komt. Het is dan nog niet hoogst haalbaar op het gebied van acteren, het is nog een soap en ja, je weet... Je weet wat de algemene mening is over het acteerniveau in soaps. Dus het is al niet het hoogst haalbare. Maar ik heb wel van me opgehoeven wat het is om met je kop op tv te komen. En mensen en mogen ervaren hoe mensen dan ineens naar je kijken. Dat ineens dat je wordt gezien als iemand die succesvol is. En je wordt gezien als iemand die het allemaal wel goed voor elkaar heeft. En die precies weet wat hij doet. En ik ben me bewust van dat al die mensen mij zo zien... Maar dat de tijden zijn geweest, ik ben waarschijnlijk nog, er zijn tijden geweest, dat ik heb 2 jaar gedaan. En in die 2 jaar zijn een paar maanden geweest, dat zijn de ongelukkigste maanden van mijn leven, weet je. Kijk, gelukkig worden is een heel raar begrip, hè. Gelukkig, niemand is gelukkig.
dat bestaat niet. Ik geloof wel in een soort tevredenheid of in een soort basissituatie waarbij er af en toe kleine ongelukjes zijn en af en toe leuke dingen. Maar je kan niet eeuwig stabiel blijven of eeuwig gelukkig. Dat gaat niet gewoon. Er moet altijd iets misgaan. Waar mensen elkaar tegenkomen, daar gaat iets mis gewoon. Met het Sartre, wat is het ook weer, de vijand is de ander ofzo. De hel, dat zijn de anderen. Ja. Nee, ik heb ook wel eens bij een psycholoog gelopen. Dat is een tijd geleden. Maar die heeft mij toen ook, die zei dat ook tegen mij, van veel kunstenaars, wat voor vlak dan ook, dat zijn mensen die dit van zichzelf verwachten inderdaad. En als je dat van jezelf verwacht, dan kun je jezelf alleen maar teleurstellen. Maar goed, ik ben de afgelopen jaren ook al even op de feiten, met de feiten geconfronteerd, zeg maar. Ook vooral met mezelf. Die veeleisendheid aan jezelf kan ook niet eeuwig in stand blijven. Nee. Dat kan ook niet bij alles. Vooral als je meerdere disciplines tegelijk beoefent, hè. Muziek, video, beeld. Op een gegeven moment moet je gewoon keuzes gaan maken. Nou ja, ik vind dat gewoon kut. Ik wil helemaal niet een keuze maken. Ik vind gewoon veel te veel dingen leuk. En dat is ook wel weer een valkuil. En hoe ben je dan daarmee geconfronteerd het afgelopen jaar? Ja, goed. Ik ben vrij overspannen geraakt op school. Ja, dat voor het grootste deel had dat ook te maken met dat ik eigenlijk nooit echt een pauze heb genomen. Ja, altijd maar bezig met die creatieve dingen, die creatieve processen. Altijd maar bezig, weet je. Echt gewoon nooit rust of zo. Het zit ook allemaal in mijn karakter en dat zijn ook al wel mijn eigenschappen. Maar ja, op een gegeven moment word je daar een keer zo hard mee geconfronteerd dat je lichaam gewoon ho zegt. Je bent gewoon overprikkeld, je kop zit gewoon vol, je hersenen hebben veel te lang vol toeren gedraaid. Ja, daar ben ik afgelopen jaar flink mee geconfronteerd. Afstudeerfase is ook vrij hectisch. Dat heeft alles met mij te maken dat ik die veeleisendheid heb. Die lat hoog leggen. Dat je op een gegeven moment een beetje voorbij schiet aan je doel ofzo. Dat je gewoon merkt van, dat je lichaam gewoon ook echt rust nodig heeft. Ja goed, dat heeft bij mij wel bijna tot een burn-out geleid. Gewoon zwaar overspannen tegen een burn-out aangezeten. Misschien bizar of zo dat je dat op jonge leeftijd dan al hebt. Maar ja, dat zal dan wel. Dat had dan misschien wel moeten gebeuren of zo. En ik trek er ook heel veel lessen uit. Je kan niet alles maximaal doen of zo. Ziekte van deze maatschappij, weet je. En op zo'n school ook. Ik bedoel, er zijn zoveel disciplines bij elkaar en er is zoveel. En er zijn mensen die zoveel dingen doen. En de een doet iets fucking goed en jij denkt van, wow, vet man. Oh, dan ligt de lat wel hoog. Dan moet het minimaal zo goed zijn. En zo is het met alles gewoon, weet je. En het is eigenlijk een luxe probleem, hè. Dat je gewoon... best kan je toch gewoon maar één ding kiezen ofzo. En daar goed in worden en daar wel blijven. Ik denk dat dat ook wel rust geeft. Op zo'n studie word je natuurlijk ook geprikkeld om daar maximaal alles uit te halen. Dus vooral op creatief gebied, denk ik. Maar het is gewoon echt, ik merk het echt gewoon bij alles, ook gewoon bij heel veel andere mensen. Dat het is gewoon de overload aan impulsen en mogelijkheden. Dat die keuze maken gewoon heel lastig is. Gaf ik niks echt de kans om door te zetten. Telkens
ja, schoot ik weer door naar verschillende onderwerpen en ik maakte van alles een beetje. En dan ging ik een beetje buiten tekenen, een beetje dit, een beetje dat. En ja, ik was echt een ongelijk projectiel. En dat zeiden mijn ouders ook. Toen ik kwam thuis en ik zei van, ik legde dat uit. Ja, dat zeiden mijn ouders ook. Van, ja, je bent echt een ongelijk projectiel. Je moet keuzes gaan maken. Nou, dan ging ik, naar huis, ik moet keuzes maken. Nou, dan ging ik heel wanhopig voor mezelf denken, ik moet keuzes maken. Nou goed, de angst sloeg om het hart. Dat heeft zich eigenlijk anderhalf jaar of twee jaar of zo, heeft dat zich eigenlijk telkens herhaald. En telkens in een nieuwe vorm. En dan ging ik in mijn eentje op vakantie naar Polen. En dan dacht ik, misschien kom ik een tafel tegen. En dan zat ik onder een brug en dacht ik van, dit is dan ook weer niet. Nou, en dan dacht ik van, weet je wat? Nou, dit is dus niet de optie, dus misschien is dan dat en dat de optie. En dus telkens had ik eigenlijk in principe een beetje dezelfde... Repeterende... Het was inderdaad een vicieuze cirkel waar ik niet uitkwam. En ik was op een gegeven moment echt behoorlijk depri van. Maar ik was wel telkens ook wel bezig met... wat is het dan? Toch een beetje de vraag. Wat wil ik? En wat is belangrijk? En wat wil ik laten zien? Dat heb ik toen allemaal dus voor mezelf opgeschreven. Zo van, waar begon deze ellende? En dat heb ik toen echt in een half uurtje heb ik dat uitgeschreven. En op dat moment dacht ik, maar dat had ik dus zelf nooit zo... Gewoon puur door even naar mezelf te kijken of zo. Als een soort van Big Brother idee, zeg maar. Dat je met een camera naar jezelf kijkt. Zo van, hoe ben ik, zeg maar, die school ingelopen? En hoe ben ik... Hoe heb ik op dingen gereageerd? Dat vooral. Van, hoe heb ik op belangrijke punten tijdens die opleiding, hoe heb ik daarop gereageerd? Nou ja, en de conclusie was, niet goed, elke keer niet goed. Elke keer, ook niet altijd bewust hoor. Ook wel een aantal momenten dat ik, waarvan ik nu denk van, jezus, ik had toen gewoon dat en dat moeten doen. Maar is dat ook niet gewoon, kijk, je neemt een beslissing in, maakt keuzes, maar dan moet je ook toch op een gegeven moment denken van, die keuze heb ik gemaakt, weet je wel, dat is wat ik ben. Heb je dan op een gegeven moment ook getwijfeld aan je eigen karakter? Of, Jezus Christus, zeg, dag en nacht. Altijd. Ik bedoel, je laat geen spaar voor jezelf heel hoor, op zo'n moment. Ik bedoel, want na een tijdje dan wordt het ook natuurlijk een negatieve gedachtegang. Dan wordt alles negatief, weet je wel. Dan kan ik me eraan ergeren dat jij, noem maar wat, een flauw grapje maakt. Waar ik misschien normaal heel hard om zou lachen. Dat het is een bepaalde... visie die je dan op alles projecteert of zo. Mm-hmm. Maar toen heb ik dus echt gewoon puur door alles even zo in kaart te brengen, toen ineens dacht ik van, wat ben ik een debiel geweest of zo, wat ben ik, een watje ook, en inderdaad ook een comfortzone die telkens kleiner wordt en kleiner wordt en kleiner wordt. Maar het was ook niet zozeer dat ik daarna heel hard heb moeten knokken of zo, want ik wist dat, ik zette die... ik heb echt gewoon een soort van, in mijn hoofd heb ik gewoon echt het raam gewoon opengezet en alles is er gewoon uitgewaaid. Vanaf toen ben ik alles weer gaan opbouwen en dat is eigenlijk vanaf oktober zo. En toen dachten mensen ook van, jezus, wat is het met die gast aan de hand? Tenminste, ik heb die hele tijd wel eens gedacht. Wat ik erover denk is dat het gaat... dan ga ik het nu over jou hebben. Ja. Dat ik altijd het idee heb dat het hele ding eigenlijk gaat over jou die kijkt naar mensen die creatief zijn en die zichzelf tot kunstenaar of creatieveling benoemen en die eigenlijk van de buitenkant, waarbij het aan de buitenkant lijkt alsof er nooit iets aan de hand is. Alsof het creatieve proces altijd maar op rolletjes loopt. En dat het leven ook op rolletjes loopt. En ik denk dat jij eigenlijk benieuwd bent naar wie de mens is achter de buitenkant. Ik denk eigenlijk dat je eigenlijk op zoek bent naar de onzekerheden van mensen die niet onzeker lijden in het vakgebied waar jij ook in zit. Omdat je zelf wel een grotere onzekerheid hebt, denk ik. En daarom maak je deze film.